De Chinezen zeggen, laat ons gewoon lekker China zijn. En dan zijn jullie lekker Europa. En dan doen we zaken. En dan bemoeien we ons niet met elkaars interne aangelegenheden. China is een gesloten land. Maar er zijn daar wel open geesten. Ja, die willen vooruit. Ik wil liever lekker slapen 's avonds. Ik vind dat eigenlijk belangrijker dan iets extra verdienen en iets minder kunnen slapen. Ja, wat je natuurlijk ook de afgelopen tijd wel ziet opkomen is de discussie. Maken we ons niet afhankelijk van de Chinese economie? En leidt dat ook weer niet tot situaties waarin China de economische positie kan gebruiken om politieke overheersing ook af te dwingen? China is not only about the government, politics, it's also about the culture, the people. Communicatie gaat niet alleen om praten, maar ook luisteren. Dus dan, als je goed luistert, geloof mij, Chinese mensen vertellen heel veel.